Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. We zijn te beluisteren via Amsterdam FM of later natuurlijk via podcast. En nu live te volgen op Facebook via de pagina van Motley. En dat is zeer de moeite waard, want Tinkerbell is mijn gast. En terwijl ik met haar praat, zal Willem de Haan visueel op dat gesprek gaan reageren. Vorige keer had hij gipsblokken bij zich en moest er een soort van virtual reality laag geplaatst worden. Nu gaat hij met fruit aan de gang, want dat gaat opleveren dat er is een hamer aanwezig en er spat van alles uit elkaar. Ik zou zeggen, ga nu naar Facebook als je wil zien wat er gebeurt. Aan het eind van de uitzending vertellen Jet Ruigrok en Dennis Hogeveen over de documentaire waar ze mee bezig zijn. En die gaat over Nederlandse battle rappers. Rappers die elkaar verbaal afmaken. En dat levert hele fraai klinkende en poëtische beledigingen op. Die je misschien nog eens kan gebruiken als je een burenruzie hebt of zo. Ik ga in ieder geval meeschrijven en heel goed opletten. Maar eerst praat ik met Tinkerbell, het pseudoniem van kunstenares Katinka Simonsen. Ze heeft zich vernoemd naar het elfje uit Peter Pan en is met haar consequent gedragen roze kleding en bloemetjes outfit een opmerkelijke verschijning in de kunstwereld. Haar projecten zorgen bijna zonder uitzondering voor ophef. Dat begon al toen ze haar kat Pinkeltje doodde en er een handtas van maakte en ging door met bijvoorbeeld de dreiging kuikentjes in een blender te versnipperen of toen ze 60 hamsters in bolletjes liet lopen of zichzelf liet steriliseren als statement tegen overbevolking. En voor haar laatste project reisde ze 4 keer naar het Japanse Fukushima, waar na een aardbeving en tsunami een kernramp plaatsvond. Ze schreef er het boek Het Gevaar van Angst, Hypochonderen in Fukushima over. Katinka, welkom. Thanks. Leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Ja. Heel goed. Jouw alter ego Tinkerbell, die is lang geleden ontstaan. Ja, maar het heeft echt niks met Tinkerbell van Peter Pan te maken. Helemaal niks? Nee, ik was eerder. Jij was eerder? Ja. Maar Peter Pan is toch een heel oud verhaal? Ja, maar nog niet met Walt Disney en zo. Dus het was echt niet... Het was nog een obscuur sprookje, bedoel je? Het is een andere naam. Het is Tinkerbell. Zeker. En Tinkerbell. Maar het leek me zo'n mooie verbastering. Maar dat is het dus helemaal niet. Nee. Oké. Okay. Waar komt hij wel vandaan dan? Van mij. Maar hoe bedacht? Hoe bedacht? Nou, ik zat op de middelbare school en er zat een heel stom meisje in mijn klas. Echt een heel vervelend meisje. En ze heette Anne. En op een dag vond ze dat iedereen haar Annabel moest gaan noemen. En ik vond het zo stom dat ik toen zei, oké, als jij Annabel bent, ben ik nu Tinkerbell en mijn naam schrijf je met een hoofdletter en punt en een punt erachter. Om even de soort van de mate van belangrijkheid te benadrukken. Dat was het. Oké, dus het is eigenlijk een tegengif voor de gemene Anne. Nou, ze was niet gemeen, ze was gewoon heel stom. Oké. En hoe is die verhouding op dit moment? Want ik heb met ook... Anne? Nee. Oh. Ja, spreek jij nog vaak? Nee. Ik las in een interview dat je zei dat alter ego, dat gedroeg zich ook wel anders dan de echte Katinka. Ja, oorspronkelijk wel. Ondertussen is het, want het was eerst een alter ego. En wat ik feitelijk deed was... ik was dus echt iemand anders als Tinkerbell, waardoor ik dingen kon doen als Tinkerbell die ik zelf als Katinka niet durfde. Of die gewoon... Nee, vooral niet durfde. Maar op een gegeven moment heb ik me moeten laten steriliseren voor een project. En je kunt niet je alter ego laten steriliseren zonder dat je daar zelf last van hebt. Zo werkt het niet. Nee. Dus toen was het voorbij. Wat voor dingen durfde je niet als Katinka en wel als Tinkerbell? Nou ja, bijvoorbeeld mijn kat wurgen en er een tas van maken. En hoe werkt dat dan? Word je voordat je zoiets doet, word je dan echt Tinkerbell? Is dat een soort ja, van zo was het wel. En het was meer dan... Nou ja, het was natuurlijk een excuus, zeg maar. Het zit ook allemaal tussen je oren, maar zo werken dingen. Vergelijking met, zeg maar, wat een acteur wel durft op een podium als hij een rol speelt, maar wat hij zelf nooit zou doen. Ja, oké. Okay. Dus ik acteerde eigenlijk een soort uitvergroting van mezelf. En hoe ver gaat dat? Is dat ja, tot de sterilisatie die je niet kunt acteren. Ja, precies. Maar ik bedoel eigenlijk, hoe ver gaat het in... trek je dan andere kleren aan? Zet je je mindset anders? Of mijn mindset vooral anders. Oké. Ja, ja. En waar liggen de grenzen? Buiten de fysieke grenzen, want die snap ik. Je kunt niet je alter ego laten steriliseren. Maar zitten er in je hoofd ook grenzen aan wat Tinkerbell zou doen? Nou, dat wat zin heeft. Dat is de grens tot waar het zin heeft.
Zin voor? Zin om het verhaal te vertellen wat ik wil vertellen. Dus het moet altijd ten dienste zijn van het werk. En dus het moet niet over de top zijn. Dus tot daar. Oh ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we het zo nog wel, denk ik, in relatie tot andere projecten over hebben. Er is nu een tentoonstelling te zien van je in de Torch Gallery in Amsterdam. Daar hangen dingen die je eigenlijk als archief van jouw werk zou kunnen zien. Oude foto's, een verlopen paspoort, objecten van je laatste reis door Japan met wat tekstjes erbij. En ook één kaartje waarop staat hoe je Tinkerbell kan worden. Vond ik wel grappig. Ja. Van de kunstacademie nog, denk ik, hè? Ja, dat klopt. Ja, kleur alles roze of soortgelijke kleuren. Verzamel Barbie dingen. Gedraag je meisjesachtig, word lid van de Aqua Fan Club. Dat is een bandje met van Barbie Girl. Hè, dat klopt, ja. En koop eten in de kleuren die je mooi vindt. Nee, roze. De roze kleur. Ja, dat was de regel 1. Maar kleuren die je mooi vindt. Je hebt iets liberaler, volgens mij. Nee, in de roze kleur. Het moest roze zijn. Ja. Oké, goed. Waarom gedraag Pink je or related colors, zo stond het erop. Ik moest even graven in mijn geheugen. Waarom is gedraag je meisjesachtig? Waarom was dat van belang? Ik denk dat ik dat toen eigenlijk niet zo goed wist. Het is misschien leuk om te vertellen zeg maar, waar het vandaan komt. Dat is namelijk een grappig verhaal, vind ik zelf. In het eerste jaar van de kunstacademie in Tilburg had ik helemaal geen geld. Dat bleek later Story of My Life, maar dat begon al. En ik moest iets bedenken om geld te verdienen. En ik keek 's ochtends altijd een tekenfilmserie. En die heette Pinky and the Brain. Ken je dat? Zeker. Pinky and the Brain. Dat zijn dus twee laboratoriummuizen. Even voor de mensen die het niet weten. Pinky, dat is een hele domme laboratoriummuis. En the Brain is een hele slimme laboratoriummuis. Een heel groot hoofd. Dat is dan the Brain. En aan het begin van het tekenfilmpje vraagt Pinky altijd aan the Brain, what are we going to do today? En dan zegt the Brain, the same thing as we do every day. Trying to take over the world. Dus dat was dus mijn begin van de dag altijd. En ik zat dus in een soort van stresssituatie, want ik kon geen boodschappen meer doen. En toen dacht ik, oké, dan ga ik nu een concept bedenken dat ik de wereld ga veroveren en roze maken. En dan heb ik een goede motivatie om gloeilampjes roze te schilderen. Ja. En dan ga ik die aan de deur verkopen, zodat mensen dat gloeilampje aan gaan doen. En dan wordt de wereld een beetje roze. En daar kan ik mijn boodschappen van betalen. En ik heb een paar jaar lang inderdaad mijn boodschappen gedaan met het geld van de lampjes die ik verkocht aan de deur. Dus ik ging gewoon, als ik geen geld had, langs de deur, totdat iemand een lampje van me kocht voor 10 gulden. En dan kon ik weer eten. En hoe verkoop je zo'n lampje dan? Stel, ik doe de deur open. Ja, dan zeg ik, wilt u misschien mij helpen om de wereld te veroveren en roze te maken door een lampje van me te kopen? En dan zeiden mensen heel vaak ja. Heb je enig idee waarom? Nou, omdat het echt heel leuk was. Ik had ze ook mooi verpakt en zo. En, dus dit was eigenlijk het begin. Ja. Ja. Oké, wauw. Heb jij later nog vaak in je leven gedacht, die stripfiguren die bieden echt een inspiratie voor wat ik wil doen? Dat hield wel daarop. Dat hield wel daarop. Maar dit was gewoon, ja. Ik werk heel erg op basis van serendipiteit. Dat er altijd dingen op je pad komen en daar shop je uit en je gebruikt wat je kunt gebruiken. Mm-hmm. Dus je hoeft nooit te zoeken naar dingen, want alles komt wel. En dit was ook echt zo'n voorbeeld van dingen die gewoon, ja, op mijn pad kwamen. Ik had toevallig gloeilampjes, ik had glasverf en ja, het was gewoon zo. En als je dan zegt, gedraag je meisjesachtig, helpt dat misschien in de verkoop? En het roze en ik droeg altijd nog steeds bloemetjesjurken en al dat soort dingen. Ja. Ik ging op naaldhakken naar school. Daar ben ik wel mee gestopt met op naaldhakken lopen, want dat is hem niet lekker. Zeker niet door het gras, dat is onhandig. Maar dat soort dingen. Oké. Op die tentoonstelling wordt ook wel duidelijk dat jouw ambacht eigenlijk niet bestaat uit het maken van objecten. Hè? Je maakt geen schilderijen of je bent niet echt een soort van beeldhouwer. Nou, niet per se. Kijk, ik denk dat je heel erg in de basis op een aantal manieren kan werken als kunstenaar. En dat is ofwel vanuit je materiaal of je medium, ofwel vanuit het verhaal wat je wil vertellen. Elke kunstenaar is natuurlijk per definitie een verhalenverteller. Maakt niet uit welk medium je gebruikt. En je kunt het heel abstract zien. Dus je kunt een verhaal vertellen over rode verf bijvoorbeeld. En alleen maar schilderijen met rode verf maken. Ik zeg maar iets. Maar het is, je bent als kunstenaar altijd een verhalenverteller. En ik vind het zelf heel gek om, als je verhaal niet gaat over je medium, om je dan helemaal vast te zetten in een medium. Mm-hmm. Dus ik begin bij het verhaal en dan zoek ik het medium daarbij. En het kan best zijn dat een schilderij de beste manier is om een bepaald verhaal te vertellen, maar dat geldt natuurlijk niet voor elk verhaal. Nee. Dus dat is
de ingang. Nou, ik bedacht het omdat ik net je laatste boek heb gelezen. Daar gaan we het zo nog meer over hebben. Maar ik dacht ook, dat boek is helemaal het werk volgens mij. En die objecten, dat zijn ook een beetje bijna erbij gesleepte dingen. Dat zijn wat mij betreft, zit daar niet de essentie in? Of zie ik dat verkeerd? Ja, het is gewoon een ander. Dus het is hetzelfde thema, maar een ander project. Ja. Dus, het is secundair wel, dacht ik. Of is dat niet? Nee, het is zeker niet secundair. Het is gewoon anders. Het is gewoon een volgend ding weer. Oh ja. Bijvoorbeeld de klokken. Laten we het daar eens over hebben. Want je bent naar Japan gegaan. Ja. En daar is natuurlijk in 2011 die tsunami geweest. De bevingen, de tsunami en toen de kernramp. Ja. En toen was er een soort van urban myth dat alle klokken stil blijven blijven staan op het tijdstip van de ramp. Ja, 14 voor 4. Dat klopt. En dat is dus niet waar. De samenvatting is, dat is niet waar. Kijk, over urban myth. De kernramp in Fukushima is ondertussen ruim zeven jaar geleden gebeurd. En er zijn natuurlijk veel documentaires over gemaakt. Er zijn kunstenaars geweest, fotografen. Er zijn veel artikelen over verschenen. Maar al die verslaggevers, op wat voor manier ze ook verslag hebben gedaan van die ramp, of van de situatie in Fukushima na de ramp, hebben één ding overeenkomstig. En dat is dat ze een hit and run hebben gedaan. Dat betekent even het gebied in, wat quotejes halen, een foto maken, whatever. En gauw er weer uit. En dan eventueel je materiaal aanvullen met dat wat al verzameld is door anderen. En dat heeft ertoe geleid dat er een nogal eenduidige of eenkennig verhaal is ontstaan over wat daar nu de situatie is. En dat komt ook doordat er maar een paar Japanners zijn die daar on the spot werken en Engels spreken. Dus iedereen haalt zijn informatie bij dezelfde bronnen. Eventjes in een paar uur. En ik ben de eerste die er verslag van heeft gedaan, maar er lang is geweest. En dan 7 weken ben ik er geweest. En ik heb er een paar weken ook geslapen. En ik heb gewoon ontdekt dat heel veel dingen waar verslag van is gedaan niet kloppen. En een van de urban myths is dus dat die klokken allemaal op 14 voor 4 staan. En dat is dus niet zo. Nee. Wat zou je zeggen dat de essentie van dat werk is, van dat project? Nou, die klokken is... de tentoonstelling waar je bent geweest in Torch Gallery, die nog deze week geopend is, laat veel reliquieën zien. En dat zijn dan eigenlijk een soort aandenken, belangrijke objecten, verzamelde dingen, leftovers van allerlei projecten. En die klokken, dat is echt een reliquie. Dus het is iets wat ik heb meegenomen, maar wat, ja, noem je dat een werk aan zich? Ik vind een reliquie vind ik een heel goed woord. Maar wat je natuurlijk ook in de tentoonstelling kunt zien, dat zijn betonnen objecten, betonnen blokken. En daarin zitten bloemen en zaden en collages ook van bloemen uit de red zone van Fukushima. En dat is het gedeelte waar je niet in mag. En dat is het gedeelte waar de prognose is dat het nog 20 tot 30 jaar gaat duren voordat mensen terug kunnen. Dus daar is de straling echt heel erg hoog. En de bloemen, die heb ik dus in beton gegoten. Omdat beton naast lood het enige materiaal is wat beschermt tegen straling. Dus ik heb hoog radioactieve bloemen heb ik in beton gegoten. Maar hoe werkt straling nu? Straling is niet een gas of zo, dat zijn deeltjes. Dus als je ze uit zou vergroten, zou je ze kunnen vastpakken bij wijze van spreken. En de ruimte uit kunnen gooien, zodat dan is je ruimte niet meer radioactief. Een bloem is natuurlijk heel klein. Dus ook al is de bloem hoog radioactief, het oppervlak is zo klein dat het nog steeds maar heel weinig radioactieve deeltjes oppassen. Dus ook al is de bloem hoog radioactief, de oppervlakte is zo klein dat het geen kwaad kan. Wat mensen niet weten is dat beton een materiaal is wat niet alleen beschermt tegen straling, maar wat ook in zichzelf radioactief is. En dus ik bescherm mijn publiek tegen de radioactieve straling op de bloem door in beton te gieten. Maar het betonnen blok is zo groot dat de straling in de ruimte meer toeneemt door het beton dan door de bloem. Dus dat is zeg maar een soort van perceptie van gevaar. En dat zit in dat werk. Ja, en daar gaat het boek eigenlijk ook over, hè? Dus dat... Het boek legt veel meer uit, zeg maar. En is veel meer, je hebt het gelezen, heel erg observerend. En dus dat... niet iedereen hoeft per se een boek te lezen. Dit is meer het symbolische kant eigenlijk daarvan. Ja.
En eigenlijk laat het als ik het kan samenvatten, op deze manier zien. De angst voor die ramp heeft veel meer slachtoffers gekost eigenlijk. Veel meer schade gedaan dan de feitelijke ramp zelf. Ja, waar het boek ook over gaat is, het heet Het Gevaar van Angst. En de aanleiding is dat veel mensen denken dat er heel veel mensen zijn overleden of ziek zijn geworden in Fukushima. Dat waarschijnlijk nog heel veel mensen gaan overlijden aan kanker. Maar er is niemand overleden. Er is ook niemand ziek geworden. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen om aan te nemen dat dat nog gaat gebeuren. Maar mensen daar zijn zo bang voor de straling dat er wel tussen de 3.000 en 3.500 mensen zijn overleden door stress ten gevolge van de angst voor de straling. En je zou dus in Fukushima kunnen stellen dat het gevaar, of dat de angst voor het gevaar gevaarlijker is dan het gevaar zelf. En dat vind ik een interessante casus. Ja. Hoe zou je zeggen dat zich verhoudt tot de andere projecten die je hebt gedaan? Zit er een soort van rode draad in? Ja, want ik zoek altijd naar errors. Errors in normen. En errors in alles wat we doen en in gebruiken. In alles wat er om ons heen gebeurt. En dit lijkt me nogal een error. En wat ik doe met die errors is dat ik ze uit ga vergroten. Of in een ander context plaatsen, zodat ze ineens zichtbaar worden. Met welk doel? Ik geloof heel erg dat het werkt om ons anders te laten denken. Dan ga ik weer even terug naar basis, de kern van wat ik doe. Kijk, mensen hebben een soort beschermingsmechanisme. En dat beschermingsmechanisme zorgt ervoor dat we zo min mogelijk kennis opnemen. En ik hoor nu al aan de andere kant van de radio mensen denken, wat een onzin, want bijvoorbeeld educatie is ons hoogste goed. Er is een verschil tussen kennis, die onderdeel van jouw wezen wordt, en educatie. Dingen die je wel weet, maar die gewoon weer langs je heen gaan. Bijvoorbeeld. Ja, hier in de studio zitten we met 1, 2, 3, 4, 5 mensen nog. En jullie hebben allemaal kleding aan waarvan ik zeker weet dat daar bloed aan kleeft. Weten jullie ook wel, want 99% van onze kleding is gemaakt in landen onder erbarmelijke omstandigheden. Mensen die te weinig betaald krijgen, et cetera. En ook al weten wij dat allemaal, kunnen we die kleding dragen zonder dat wij ons de hele dag ongelukkig voelen en schuldig voelen. En dat is dus kennis die niet onderdeel van jouw zijn wordt. Die geen appel op je doet. Want dat is wat er gebeurt op het moment dat kennis echt onderdeel van jouw systeem wordt, dan doet het een appel op je. En we hebben dus een beschermingsmechanisme wat ervoor zorgt dat dingen niet echt binnenkomen. Zodat er heel veel informatie over dingen in de wereld langs kan komen zonder dat we daar echt last van hoeven te hebben. Maar ik geloof dat op dit moment de problemen in de wereld zo groot zijn, dat we met zoveel mensen zijn, dat er zoveel tegelijk aan de hand is, dat het beschermingsmechanisme best leuk is voor het individu, maar voor het grote geheel is het helemaal niet zo'n goed idee, want we doen maar. Dus wat ik feitelijk doe is dat ik het beschermingsmechanisme van mensen hack en kennis eigenlijk door je strot douw, zodanig dat je wel je gedrag gaat veranderen en er iets mee moet. Dat is wat ik doe. En heb je het vertrouwen dat dat werkt? Ik weet dat het werkt. Heb je daar eens een voorbeeld van? Nou ja, Ik heb me bijvoorbeeld een aantal jaar geleden laten steriliseren in een film die ik heb gemaakt, Save Our Children. Die gaat over fosfaattekorten en over overbevolking. En fosfaatprobleem had ik daarvoor nog nooit van gehoord. Maar om het even heel simpel uit te leggen, want de meeste mensen hebben nog nooit van een fosfaatprobleem gehoord. Nee. Iedereen leert op de kleuterschool dat om te leven heb je een aantal zaken nodig. Water en zuurstof zijn essentieel. Maar wat kleuters niet leren en wat we dus allemaal niet weten, is dat daar een derde component is wat echt noodzakelijk is voor al het leven. En dat is fosfaat. En fosfaat zorgt ervoor dat zuurstof zich kan verplaatsen in een lichaam. Dus zonder fosfaat heb je niets aan zuurstof. Dus om even aan te geven hoe belangrijk het is. Maar het fosfaat is aan het opraken en ook heel snel. Er is eigenlijk maar één mijn waar we op grote schaal fosfaat uit de grond kunnen halen. En die ligt in Marokko en die is bijna leeg. En vroeger was het zo dat, want fosfaat zit doorgaans in de grond in principe. Planten halen dat eruit, wij eten de plant op of een dier eet de plant op. En wij eten het dier weer op of de plant en poepen dat dan vervolgens weer uit. En vroeger brachten wij die poep en die plas terug naar het land, zodat er een soort circulaire economie ontstond. En dat, nou ja,
steeds hergebruikt kon worden. Maar we hebben natuurlijk op een gegeven moment overal rioolsystemen aangelegd. En dat heeft voor twee problemen gezorgd. Eén, we werden gezonder en daardoor ouder. Waardoor we met meer mensen we konden groeien. En twee, met dat rioolsysteem spoelden we alles naar de oceaan. Waardoor het fosfaat op ging raken. En we weten sinds 2008 dat het schaars begint te worden. En dat betekent dat binnen nu en een paar jaar zullen voedselprijzen gaan stijgen, omdat de grondstoffen duurder worden, omdat het dus schaars wordt. En als het, nou ja, prognoses is dat we over 100 jaar nog zo'n 3,5 miljard maximaal kunnen gaan voeden aan mensen. Hm. Maar we zijn dan met 11 miljard. Dus dat betekent een drama. Eigenlijk. We zijn dus, en dat is niet op te lossen omdat het fosfaat gewoon op is. Mm-hmm. Maar we zouden het kunnen oplossen door met minder mensen te zijn. En daardoor heb ik me laten steriliseren om dat aan te tonen. Wat er is gebeurd is dat voordat ik die film maakte, stond het fosfaatprobleem in geen enkel land op de politieke agenda. Maar 6 dagen na mijn film, na de première, is het 6 uur lang besproken in de Tweede Kamer. En er is een beleidswijziging opgekomen en daarna nog één. En die beleidswijziging houdt in dat we alle dierlijke fosfaten moeten herwinnen en hergebruiken. En het is nu ook naar Europa op de agenda. Dus dat is zeg maar een heel direct gevolg van dingen die ik doe. Ja. En is dat iets waarvan je... Je zei net al heel even zo te loops van, voor het individu is het goed, maar voor de hele planeet niet. Ja. Dit is dus niet de grens die voor Tinkerbell geldt, om het zo maar te zeggen. Dus je bent wel bereid om dit in te zetten, iets wat toch heel... Ja, ik zie het niet zozeer als inzetten dan wel als de consequentie van de situatie aanvaarden. Mm-hmm. En dat is, er is geen ruimte voor meer kinderen. Ja, oké, okay, ja. Dat is waar. Althans, je zou kunnen zeggen, ik duw die van mij er nog even tussen. Ja, en die heeft dan straks geen eten en gaat dan dood. Ik weet niet. Ofwel, omdat hij... Dat zou ik nog erger vinden. Ofwel, omdat hij in Nederland woont en het geregeld zou kunnen worden. Ja, maar wat zou de situatie zijn als straks in, nou ja, grote delen van Azië en Afrika mensen hun brood niet meer kunnen betalen? Denk je dat dan, wat wij nu vluchtelingencrisis noemen, nog steeds geldt als vluchtelingencrisis met terugwerkende kracht? Ik denk het niet. En daar gaan we natuurlijk last van krijgen. Leg eens uit, wat bedoel je daarmee? Nou ja, op het moment dat er echt heel veel mensen op de vlucht gaan zijn, en daarmee bedoel ik te zeggen dat dat nu nog niet aan de hand is, dat het nog peanuts is, dan kunnen we natuurlijk met alle macht proberen om die grenzen dicht te houden. Maar dat gaat niet meer lukken. Want we zijn met heel veel. En als ik vind het heel stom dat we nu bijna met geweld grenzen dichtgooien, terwijl we heus weten dat er straks veel meer mensen komen. En dan kun je het beter goed geregeld hebben. Dus als straks is het gewoon zo, als het niet goed schiks kan, dus geregeld, dan wordt het kwaad schiks. Dat gaat gebeuren. En dus dat zorgt voor onwijs veel onrust en burgeroorlogen en weet ik veel, mensen gaan vechten om hun boterham. En ik voorzie dat dat echt binnen 10 jaar zeker aan de gang is. Wat zijn dan de offers die jij denkt dat je daarvoor moet brengen? Want ik las in een interview dat je zei, ik wil in dit leven geen kinderen. Ik heb wel een kinderwens, maar die zou in een ander leven plaatsvinden. Ja, theoretisch. Ja. Dat vond ik toch ook wel een schrijnend... Ja, maar het is ook heel schrijnend. Want ik kan me voorstellen dat mensen denken, wat een doemscenario, wat een onzin. En ze is niet goed bij de hoofd. Maar ze is heel goed ingelezen en ze is heel goed bij de hoofd. Ik geloof dat dit inderdaad aan de hand is. En dus het is niet... Ik zie die sterilisatie niet zozeer als een keuze, dan wel als een... Ik heb geobserveerd, wat is de situatie? En dit is de situatie. Ik heb hem misschien iets eerder geaccepteerd dan de meeste mensen die straks er middenin vallen. Ja, of überhaupt geaccepteerd. Want ja. Ik denk dat heel veel mensen daar niet aan toe zijn of dat niet... Zeker niet. Nee, toevallig had ik vandaag op Twitter allemaal discussies ook over... dat ik vind dus dat we minder kinderen moeten krijgen. Ik vind dat we kinderbijslag moeten afschaffen. Dat er belasting moet komen op kinderen. Ik bedoel, een verplichting, zeg maar. Of een verbod. Zoals in China natuurlijk is geweest met de eenkindswet. Daar ben ik zeker niet voor. Want ik ben sowieso niet voor verboden. Of verbieden van dingen. Mensen moeten hun verstand gebruiken. Maar je kunt mensen wel aanmoedigen om hun verstand te gebruiken. Ja. Dit, zoals je net al zei, discussies op Twitter. Maar ook nog, het gaat... Nou, veel erger. Je krijgt ook haatmails, doodsbedreigingen, echt hele negatieve reacties. Ja. Hoe verklaar je die dingen? Is dat omdat jij dat ongemak blootlegt? Of?
Ja, kijk, nogmaals even terug naar het beschermingsmechanisme. Hè, dus jij hebt een beschermingsmechanisme. Dat zorgt ervoor dat jij enigszins comfortabel kunt leven. Dat jij je t-shirt kan dragen zonder dat jij je daar heel kut bij voelt. Mm. Dat is prettig. Hè? Je kunt je boterham met ham eten en prima. Mm. En dan is er ineens iemand die dat systeem hackt. En daardoor ga jij je kut voelen. En moet jij je gedrag aanpassen en wordt jouw leven minder gemakkelijk. Nou, ik zou ook boos worden. Maar je zegt nu, ik zou ook boos worden alsof het een hypothetische situatie is. Maar je hebt toch ook dat punt gehad? Dat jij dacht, hey, ik weet nu zoveel dingen. En als ik dat goed op me door laat dringen, dan moet ik zelf ook gaan veranderen. Ja, dus dat doe ik ook. Maar ik word ook niet blij van. Maar nee, ja. Ja, dus ik kan niet iemand anders de schuld geven, want ik heb het allemaal zelf tot me genomen. Maar ik dwing anderen feitelijk om om iets binnen te laten komen wat ze niet binnen willen laten komen. Ja. Dan zijn er ook altijd mensen die zich afvragen, is dat dan oprecht? Dit is een kunstenaar, dus is dit nou voor de show of is dit voor de oprechte bedoelingen? Ik vraag me dan af of mensen dat oprecht denken. Ja. Of dat het een soort afweermechanisme is. Want op het moment dat jij in plaats van dingen binnen laat komen zegt, oh ja, maar zij bedoelt het niet echt. Het is wel alleen maar aandacht, bijvoorbeeld. Dan is dat een fijne afleidingsmanoeuvre voor die kennis die jij niet tot je systeem wil laten doordringen. Dus het is allemaal ook weer zelfbescherming. Ja. Zou je zeggen dat, je hoort heel vaak mensen zeggen, hedendaagse kunst is onschadelijk en is een soort van gedachtenspel of een iets wat vrijblijvend is. Ben je het daarmee eens? Nee, totaal niet. Maar dan totaal niet. Maar dan, dat bedoel ik wel op een positieve manier. Kijk, wat zo aardig is aan kunst en wat kunst zo belangrijk maakt, is eigenlijk heel simpel uit te leggen. Als je kijkt naar politiek in Nederland bijvoorbeeld, dan zie je dat de politiek steeds meer vervlakt. Hè, we hebben steeds meer splinterpartijen. Er is steeds meer gaat het over one-liners. Dus minder diepgang, minder inlezen. Er is minder tijd voor, minder geld voor. Omdat partijen dus kleiner worden. Dus verzwakking, verslapping, verplatting. En doordat dat plaatsvindt, moet het volk, zeg maar, of allerlei organisaties zich daaraan aanpassen. Dat betekent bijvoorbeeld dat door deze situatie in de politiek, de verplatting van de politiek, moet de NPO, de publieke omroep, zich aanpassen. Want zij dreigen weg te worden bezuinigd. Dus zij moeten ook platter worden en minder informatie geven. Bijvoorbeeld in talkshows zal je eigenlijk nooit meer zien dat er een heel erg genuanceerd midden van een verhaal wordt verteld. Dus altijd iemand is voor of ergens tegen. En Marianne Zwagerman is ineens klimaatexpert. Dat is ongeveer nu publieke omroep. Dat is heel erg. Maar dat is wat er gebeurt. Waarom? Omdat die publieke omroep zich moet aanpassen aan wat er politiek gebeurt. Vervolgens. Maar kijkcijfers bedoel je dan toch? Ja, de macht van kijkcijfers. Ja, precies, precies. Ja, maar niet politieke wil als in. Nou ja, kijk maar eens naar die documentaire die over Geert Wilders is gemaakt, die werd uitgezonden. Maar het documentaire over Jesse Klaver, dat mocht niet, want dat zou propaganda zijn. Dat zijn allemaal toch politieke dingen die, nou ja, dat is dus aan de hand. Wat er gebeurt als alles, zeg maar, qua informatie verplat, dan worden wij ook lui. Als wij niet meer allerlei informatie op televisie krijgen of op de radio, of weet ik veel, die genuanceerd is, hoeven wij ook niet meer zo na te denken. Dus onze hersenen worden lui. Nou, hoe werken nu je hersenen? Je hersenen zijn een soort motortje. En hoe werkt het bij een motor? Als je hem niet laat draaien, dan wordt het ook moeilijker om hem op te starten. Dan wordt hij stroef. Dus je moet hem blijven olieën eigenlijk om hem te laten draaien. Zo werkt het ook met je hersenen. En als je hersenen niet vaak worden getriggerd, dan worden ze dus eigenlijk lui. En op het moment dat het dan nodig is, bijvoorbeeld je moet stemmen, ik zeg iets, dan krijg je ze niet meer aan het werk. Dus je gaat heel dom stemmen. Dat gaat feitelijk gebeuren. Nou, wat doet nou de kunst? Maak je nou geen karikatuur van het Nederlandse volk? Ja, zeker. Ik overdrijf een beetje, maar om een verhaal even duidelijk te maken. Maar wat gebeurt er nou op het moment dat je in aanraking komt met kunst? Ja. Want wat is kunst per definitie? Kunst is per definitie iets anders. Dus je hebt een ruimte en het kunstwerk is iets anders in de ruimte. Je hebt de openbare ruimte, een publieke interventie of een, weet ik veel, een kunstwerk buiten is iets anders. Het is een soort interventie in, nou ja, de context. Mm. En op het moment dat er ergens iets anders is,
dan is dat eigenlijk een soort trap tegen dat motortje. En die moet gaan draaien. Dus als jij heel veel in aanraking komt met kunst en steeds met nieuwe kunst, krijg je heel veel trappen tegen die motor. Gaat die motor, die blijft draaien, dan word jij slimmer. Dus mensen worden slimmer van kunst. Dat is het belang van kunst. Ik vind het een mooie theorie, maar dat zou ook bijna zeggen dat mensen die nooit met kunst in aanraking komen, dat die per definitie luier zijn. Maar wie komt er nu nooit met kunst in aanraking? Nou, ik denk dat er hele volkswijken zijn die nooit met kunst in aanraking komen. Nou, dat betwijfel ik. Dat betwijfel ik echt, want ik bedoel, overal worden wel publieke kunstwerken gedaan. Mensen zien films, weet ik veel, horen muziek. Kunst is natuurlijk niet alleen maar dat wat je in een museum ziet. Kunst is, moet je zo breed zien. Ja, maar van Beethoven ga je toch niet kritisch nadenken en slimmer stemmen? Nou, als je het voor het eerst hoort, dan denk ik wel dat het iets doet met die hersenpan. Ja, dat geloof ik wel. Ook op politiek gebied? Ja, zeker, natuurlijk. Want het is een trap tegen die motor, hij gaat werken. Ja. En het is natuurlijk niet één keer. Je moet zo vaak mogelijk met iets anders, met kunst in aanraking komen. En dan gaat het werken. Ook, dan moet je ook natuurlijk toch de wil hebben om het uit te zoeken. Nee, helemaal niet. Verdiepen. Nee, totaal niet. Waarom niet? Nou, waarom wel? Nou, dan anders denk je toch, ik heb Beethoven gehoord, ik laat het van me afglijden en ik ga weer door. Ja, en dan loop je ineens tegen een kunstwerk van Willem op. En die zegt, kom je mee op tour of zoiets? Of hij tekent iets met een banaan. Ja, zeg je. Dan denk je, hè, dat is iets anders. Dat hoort niet. En dan voel je het al kraken. Dat gaat werken. Ik word nu slimmer van Willem. Ik hoor het je zeggen. Ik ben het er niet. Ik geloof niet dat het helemaal zo werkt. Maar hey, Willem, ik ben eens, zeker dat het zo werkt. Wat ben je aan het doen? Pak de microfoon er even bij als je wil. Het gaat redelijk snel vandaag. Productietempo ligt hoog. Ik begon met deze paprika die is eigenlijk geïnspireerd op het verhaal over het alter ego. Als ik een hap hier uitneem. Er zit een mandarijn in. Oh, gadver. Van binnen. Dus uit jezelf vermommen om in staat te zijn om andere dingen te doen. Heb ik op deze manier met mijn fruit uitgebeeld. Verder heb ik alle schillen van mijn fruit verzameld om het grote geheel te vormen waar je het over had. Alle schillen zijn aan elkaar getaped. Ik durf hem even niet omhoog te houden, want dan ben ik bang dat hij breekt. Ja. Even denken, wat is er nog meer? Oh ja, ik vond het verhaal ook mooi. Het zijn heel veel eigenlijk losse onderwerpen die je noemt, die ik steeds opvang en dan waar ik in mijn fruit ineens direct op kan reageren. En ook de nucleaire bloemen die eigenlijk door de verpakking nog gevaarlijker werden dan dat ze zelf waren. Heb ik een eigen variant opgemaakt door mijn mes in het stuk watermeloen te verpakken. Waardoor die er, denk ik, minder gevaarlijk en opvallend uitziet. Maar ik denk toch, het is een sluipmoordenaar geworden. Ik heb dit minder graag bij me in de buurt dan eigenlijk dit normale mes waarvan je weet hoe je ermee om moet gaan. Ik heb geprobeerd om er een peer mee te schillen, maar dat ging heel slecht. wat ga je de tijd die ons nog rest in dit uur uitvoeren? Weet je dat al? Nee, ja, dat hangt af van wat jullie gaan bespreken. Rustig natuurlijk. Luisteren weer. Ja, er is nog geen plan. Maar oké, dankjewel. Blijf even luisteren en dan ben ik benieuwd wat er nog verder uitkomt. Je luistert of kijkt natuurlijk naar Kunst is Lang met kunstenares Tinkerbell, die met haar projecten de vinger op de zere plek van de maatschappij legt. Ze legt fouten in ons systeem bloot en wel op zo'n manier dat ongemak onvermijdelijk en zelfs wenselijk is. In je laatste boek, Tinkerbell, lees ik: de angst om niks te doen is groter dan de angst om wel iets te doen. Oh, bij mij? Ja. Ja, zeker. Ja. Kun je dat eens uitleggen? Nou, kijk, ik heb op een gegeven moment ontdekt dat er zoiets bestaat als een sneeuwbaleffect. En dat kunnen wij allemaal in gang zetten. En dat betekent dat wij allemaal eigenlijk de wereld kunnen redden. Want als je de sneeuwbal de goede kant op gooit, dan kun je daar in theorie de wereld mee redden. Vanwege de acties die uitloopt. Vanwege de acties, ja, precies. En ik zou het niet op mijn geweten willen hebben dat er een mogelijkheid bestaat dat ik precies de juiste sneeuwbal uitgooi en dat ik dat dan niet heb gedaan. Is dat een besef waar je vaak door geplaagd wordt? Had ik maar dit gedaan? Nee, want ik doe dus alles wat ik bedenk. Ja. Meteen? Ja.
Hoe popt dat in je hoofd op? Schrijf je dat meteen dan op? Denk je van, dit is een... Ja, ik ga eigenlijk meteen ook actie ondernemen als ik iets bedenk, ja. Is dat ook wel eens verkeerd uitgepakt? Nee. Ik ben best wel goed in het bedenken van dingen. En vervolgens uitvoeren? Ja. Het gebeurt wel dat dingen gaandeweg dat ik ze anders uitvoer. Of dat ze enigszins gewijzigd worden door de situatie. Maar dat is niet erg. Dat is iets anders dan dat iets mislukt. Maar nee, het gaat altijd goed. En heeft dit dan ook weer met die serendipiteit te maken waar je het over had? Ja, want ik geloof dat ideeën ook alleen maar in mijn hoofd komen omdat het kan. En omdat het moet. Dat is best een interessant begrip trouwens. Het heeft iets te loops, maar ook wel iets bijna religieus wel. Want dat zit ook een soort van voorbestemming in. Nou, het is heel erg vertrouwen. Mijn hoofd zit doorgaans vol, omdat ik heel veel dingen tegelijk doe. Dus er is ook gewoon, weet ik wel, er komt ook echt niks binnen als er niet een klein beetje ruimte voor is. Mm-hmm. Want daarvoor zit het te vol. Dus als ik heel klein beetje iets aan het afronden ben, dan komt er vanzelf in die ruimte weer iets nieuws. Dus het is niet zozeer dat ik niet de hele tijd, elk moment van de dag nieuwe ideeën heb, omdat ik dat niet zou kunnen bedenken, maar het zit vol. Dus dat is eigenlijk een heel logisch proces. Ja. Althans logisch als je zo denkt. Als alles wat er nieuw in komt meteen uitgevoerd moet worden. Dan is dat logisch. Ja. Nou, je hoort wel eens van mensen die een soort bucketlist hebben of zo. Daar begrijp ik helemaal niks van. Wat doe je dan met je leven? Hoe kun je nou iets laten liggen? Ja. Snap ik echt niet. Geld verdienen is denk ik een vaak gehoord antwoord. Ja. Slecht idee. Als je kijkt naar alle problemen in de wereld, alle, dan hebben ze één gemene deler en dat is geld. Dus misschien moeten we dat eens even aan de kant gooien. Maar in jouw persoonlijke leven, jij gaat niet meer langs de deur om roze gloeilampjes te verkopen. Iedereen heeft geld nodig. Ja, maar ik verdien heel weinig geld. En ik heb een stichting Tinkerbell. Tinkerbellfoundation.nl. Stort uw geld daarop. Dan ben je er ook vanaf. Dat is dat probleem ja, de wereld uit. Nee, de stichting wordt beheerd door een aantal mensen. En zij proberen voldoende middelen binnen te krijgen zodat ik mijn werk kan doen. Want mijn werk kost geld. En soms lukt dat en soms lukt dat niet. En dan moet het anders. Ja. Ja, maar leven kost ook geld. Dus dat zou toch een reden kunnen zijn dat mensen zeggen, oké, ik bewaar mijn bucketlist voor later. Of ik heb er gewoon nu. Ik denk dat dat voornamelijk te maken heeft met dat mensen iets in hun hoofd hebben gepland. Dat heet zekerheid, dat moet. Wat natuurlijk heel raar is, want er bestaat helemaal niet zoiets als zekerheid. Gewoon misschien dat er over 1 minuut een bom op dit gebouw valt. En dat was het dan. Dat kan. Kans is klein. Kans is klein, maar het zou kunnen. We weten het gewoon niet. Dus zekerheid is een... bestaat niet. Dus de kans op zekerheid is natuurlijk wel... De kans op zekerheid, kans op zekerheid is dus een onzekerheid. Dus dat gaat niet. Dus, maar ben je het niet met me eens dat je je grotere en kleinere onzekerheden hebt? Ik bedoel, dat is toch gewoon... Nee, helemaal niet. Want anders, ik bedoel, ik heb dus nul zekerheid in niks. En ik ben er gewoon. Ja. Maar de zekerheid zit hem er ook niet in dat jij geen bestaan kan hebben als je voor een onzeker bestaan kiest. Maar wel dat die zekerder is. Maar er bestaat niet zoiets als een zeker bestaan. Dat is een farce. Dat bestaat niet. Dus en daarom is het ook zo jammer dat mensen bucketlist creëren die alleen maar groter worden. Want het gaat gewoon doen. Want je weet het toch niet. Ja, maar hoe zeg je dat nou tegen bijvoorbeeld een alleenstaande moeder met 3 kinderen die van een uitkering leeft? Ja, ze heeft zelf 3 kinderen op de wereld gezet. Had ze niet moeten doen. We zijn met te veel. Ja, die kinderen. Ja. Dat hadden we kunnen weten natuurlijk. Ja, het is echt heel jammer dat ze kinderbijslag krijgen. Want dat hadden we ook al lang af moeten schaffen. Dus nee, ja. Mensen maken ook keuzes. Mm-hmm. En op het moment dat je ervoor kiest om 3 kinderen op de wereld te zetten en... Dan, ja, dat heeft natuurlijk consequenties. Ook keuzes die ik maak hebben consequenties. Maar die zitten in de keuze. Dus dat, ja. Klinkt als best een logisch, maar ook radicaal leven wat je hebt. Vat ik dat goed samen? Ik zie het zelf niet als heel radicaal. Maar ik weet wel dat mensen dat soms zo zien. Maar zo voelt het voor mij niet. Snap je dat mensen het zo zien? Ja, ik heb wel een idee over hoe andere mensen hun leven leiden. Maar ik ben er gewoon niet zo. Mm-hmm.
Er zit in jouw boek een heel mooi liefdesverhaal ook. Dat vond ik wel, interessant. Ook tragisch. Je schrijft brieven naar een man waarmee je een korte romance hebt gehad, maar hij heeft het afgekapt vanwege die verschillende levensvisies. Jij gelooft in serendipiteit, het idee dat je dus vanzelf dingen meemaakt en dat alles op je pad komt wat zou moeten komen. En hij gelooft in een planmatig leven, een stip op de horizon waar hij naartoe werkt. Wat heeft je toen besluiten om dat ook in het boek op te nemen? En dus onderdeel te maken van het werk? Nou ja, dat beschrijf ik ook in het boek. Namelijk, het lukt me niet om een boek te schrijven. Want deze man zit in mijn hoofd, of eigenlijk de situatie zit in mijn hoofd. Dus ik wil alleen maar aan hem schrijven. En als je een boek moet schrijven en het lukt je alleen maar om brieven naar iemand te schrijven, dan is eigenlijk de meest pragmatische oplossing om dan maar van de brieven het boek te maken. Dat is wat ik heb gedaan. Maar je zou kunnen zeggen, die brieven gooi ik er daarna weer uit of zo. Dat is het aanloopje geweest, maar dat vormt het werk niet. Maar waarom zijn ze toch een belangrijk onderdeel van het werk? Nou ja, omdat dat is dus ook serendipiteit. Dit was aan de hand. Dus ik had zoveel geschreven, het was een boek. Hm. En ik moest een boek schrijven. En dus ik kon niks anders dan de brieven schrijven. En de brieven waren een boek. En er moest toch een boek zijn. Dus dan heb je een boek. Ja. Op welk moment is eigenlijk het alter ego Tinkerbell samengegaan met jouzelf? Wanneer is die scheiding opgehouden? Tijdens de sterilisatie. En hoe zou je zeggen dat jouw leven beïnvloed heeft? Dat samen is gegaan? Mm-hmm. Nou, als ik terugdenk, dan geloof ik dat al wel in de paar jaar daarvoor steeds meer aan de hand was. Dat het steeds meer naar elkaar toe was getrokken. Dus het was echt een heel natuurlijk verloop. Dus het is niet een soort omslag, zeg maar. Dus het is meer een constateer dat dit was gebeurd en dat dat definitief was met die sterilisatie. Dat er ook geen weg terug was. Hmm. Dat het fysiek soort van bevestigd is. Precies, ja. Ja. Maar het was al wel aan de gang. En is er, kun je aanwijzen welk deel van jou dan achter is gebleven? Of wat nee, er is niks achtergebleven. Het is meer dat ik het niet meer nodig heb. Zeg ze? Nou ja, ik ben al bijna 20 jaar bezig. En in het begin was ik misschien meer onzeker over dingen en durfde ik niet per se bepaalde dingen te zeggen op een podium. Maar het was natuurlijk, ik bedoel, het was een alter ego, maar het alter ego zei en deed eigenlijk wat ik wilde, maar niet durfde. En nu heb ik geen alter ego meer nodig om te doen wat ik wil en moet. Omdat ik daar gewoon ingegroeid ben. Dus ik hoef me nergens te verschuilen of iets. Dat is het eigenlijk. Dat is gewoon met de jaren gekomen. Ja, ze zijn samengevallen. Ja. Je zei net, ik doe de dingen die ik moet. Wat zijn projecten waar je nog je, of onderwerpen waar je nog je pijlen op wil richten? Wat moet echt nog? Nou, ik kom net terug uit Egypte. Is heel leuk. Echt heel leuk. Ik ben iets meer dan 1,5 maand geleden kreeg ik een telefoontje. Ik nam op. En toen de stem aan de telefoon zei, hoi, met Jan Hak. En toen dacht ik, hè, van de boontjes? Maar ik vond het een beetje een stomme gedachte. Dus ik durfde dat niet te zeggen. Maar de man aan de telefoon, die ging meteen praten. Er kwam een soort waterval aan informatie. Zonder dat hij zei van, we kennen elkaar niet, maar ik ben die en die. Dat deed hij niet. Hij zei gewoon alleen maar, hoor met Jan Hak. En hij zei van, ja, zoals je wel weet, zijn er nogal problemen als het gaat over de toekomst van voedsel. En ik zou het echt heel fijn vinden als mijn kleinkinderen straks ook nog wat te eten hebben. En ik heb een projectje met nog wat andere mensen in Egypte. Want zoals je wel weet, zijn daar nogal wat problemen. Bijvoorbeeld, vrouwen in Egypte krijgen 4,7 kinderen op dit moment. En de prognose is dat de bevolking nog groeit met 15 miljoen de komende 10 jaar alleen al. Er stroomt bijna geen zoet water meer door de Nijl. Dat heeft te maken met een dam in Ethiopië en met afwatering. Maar ook door de stijging van de zeespiegel stroomt er nu zout water uit de zee de Nijl in. En dat heeft natuurlijk effect op het grondwater. Dat wordt brak. En dat heeft weer effect op de groenten die we verbouwen. En ja, dat wordt dus ingewikkeld.
Daarbovenop is de landbouwgrond in Egypte in eigendom van ongeveer 15 hele rijke families. En die zijn eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in nog meer geld verdienen op de korte termijn en niet in de grond vruchtbaar houden op de lange termijn. En nu hebben we daar met een aantal mensen wel een aantal theoretische oplossingen voor en ook technische oplossingen, maar we lopen een beetje tegen muur op. Er moet echt een cultuuromslag gemaakt worden in Egypte. En daarom ben ik jou, want ik heb gehoord dat jij daar goed in bent. En toen zei ik, nou, wat goed dat je belt, want dit is inderdaad mijn specialiteit. En cultuuromslagen. Ja, en dus dat, toen zei ik, nou, dat is goed, dan neem ik je mee. En ik ben inderdaad net terug uit Egypte. Ik mocht vorige week mee op handelsmissie. Wat fantastisch is, want wanneer mag je nou als kunstenaar mee op handelsmissie? Met een delegatie van allemaal ondernemers in de, weet ik veel, kassen, onderdelen, irrigatiesystemen, drupsystemen. Maar wat is daar dan fantastisch aan? Ik hou ervan om soort van opgezocht te worden in een wereld die ik niet ken. Er was een dame en die maakte ongedierte bestrijdingsmiddelen die helemaal niet slecht zijn. En daarmee bedoel ik dat ze worden gebruikt bijvoorbeeld om over eten heen te spuiten in hotels. Zodat er geen vliegen op afkomen, maar jij kunt het eten wel gewoon opeten. Dus zo gezond is het. En allemaal fantastisch. En dat was één dag gingen we allemaal kassen en weet ik wat bezoeken. En één dag was er een conferentie met al die voedseltechneuten die allemaal gingen praten. En daar kwamen ook allemaal hele belangrijke mensen uit Egypte, die kwamen daar. En daar werd dus echt gesproken openlijk over Egypte als het nieuwe Syrië. En dat werd gewoon aangenomen als dat weten we allemaal. En dat is natuurlijk heel heftig. Dus ik ben nu getriggerd en nu heb ik heel veel zin om nog een keer met meneer Hak om de tafel te gaan en te gaan praten over, nou, laten we maar beginnen dan. Ja, en wat is dan de methode Tinkerbell? Hoe doe je zo'n cultuuromslag? Nou, sowieso ja, kijk, die delegatie bestaat natuurlijk, die bestond uit allemaal witte oude mannen, zo gezegd. En nu moet ik daarbij zeggen dat de expertise in landbouw zit natuurlijk echt in Nederland. Als het gaat over systemen met kassen en zo. Mm-hmm. Nederland is echt expertland. Maar nog steeds, dit is een groep met witte mannen en die gaan dan even vertellen in Egypte hoe het zit. Dus door onderdeel te zijn van zo'n delegatie zie ik natuurlijk de visie van de witte mannen. En dat lijkt me niet echt de ingang voor een cultuuromslag in Egypte. Dus dat zou toch echt moeten beginnen bij daar zijn en heel goed kijken en luisteren naar mensen daar. To start with. En de oplossing ligt logischerwijs in die vrouwen daar moeten veel minder kinderen gaan krijgen. Maar nou ja, de oplossing zit hem natuurlijk in hoe dan? Hoe ga ik in hun hoofd te penten dat dat moet of dat dat niet meer moet? En daar ga jij daar ga ik iets voor bedenken, ja. Daar struikel je eigenlijk overheen. Door de serendipiteit, denk ik. Ja, ik denk dat we daar wel iets op vinden. Toch? Maar een oplossing voor een probleem vinden kan altijd. Elk probleem is oplosbaar als je maar voldoende tijd en voldoende energie instopt. Dat is de formule voor alles. Nou, dat ga ik dan doen. Dankjewel. We hebben een fantastische inkijk gekregen in jouw denkwereld en de praktijk van Tinkerbell. Ga ik nog even kijken wat Willem tot slot gemaakt heeft. Ik heb drie gedichtjes geschreven. Kijk. Het eerste gedicht heet Gedicht voor het nieuwe idee. Nu even niet. Hier zit het vol. Probeer het hier tegenover. In Luxembourg. Ja, daar is genoeg ruimte. Dat ziet iedereen. Ja? Ja, je hebt er geen haar overheen zitten. Het is wel meer zichtbaar. Het wordt iets persoonlijk nu, Willem. Sorry. Het volgende gedicht heet Alter Ego. Mijn alter ego is te gek. Duiken, skydiven, de buurman uitschelden en mezelf zijn. Ik durf het allemaal. Mooi. En het derde gedichtje heet Egypte. Dat was een recent onderwerp, vandaar dat het gedichtje ook wat korter is. Okay. Moest snel gemaakt worden. Ja. Egypte. Het nieuwe Syrië, dat weten we allemaal. Wauw. Heel mooi. Dankjewel. Fantastisch. Ik heb ook nog een Albert Heijn tas dichtgetaped met eten. Die mag niet geopend worden, eigenlijk nooit. Dat is het begin van minder eten beschikbaar, zodat we alvast kunnen wennen. Heel goed.
Dankjewel. Die praktische oplossingen van jou zijn... Probeer ik er altijd in te houden. Geweldig. Dankjewel. Dank voor het experiment. Jij ook. Dank Katinka. Jullie worden vervangen zo. Want we eindigen met de Partner voor de Kunst. De website waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden via crowdfunding. Jet Ruigrok en Dennis Hogeveen die trokken door Nederland en die moeten misschien nog wel opnames maken om de zogenaamde battle rappers te portretteren. Jet, ja, klopt toch? Hoe kom je op het idee om een documentaire over battle rap te maken? Ja, klopt zeker. Nou, het was eigenlijk Dennis' idee, moet ik zeggen. Ja. Maar die was er geweest vaker en die vertelde mij, ja Jet, ik snap eigenlijk niet zo goed wat dit is en wat is dit nou voor plek en voor cultuur. En ik wil er graag meer over weten. Nou ja, toen zijn we een beetje gaan bellen en gaan praten en vooral heel veel battles gaan kijken. En toen dachten we, oh, dit is interessant eigenlijk vooral. En ik wil meer weten over deze mensen en over deze cultuur. Oké, want Dennis, omschrijf eens, wat voor plek is dat dan waar je dan naartoe gaat? Een plek die ik van tevoren ook echt niet kende. Het is een plek in Rotterdam waar het altijd wordt gehouden. In verschillende locaties zijn het. En dan komen eigenlijk mensen samen die zich heel goed hebben voorbereid. En die gaan elkaar echt volledig de grond in proberen te krijgen. Met tekst, dat is het enige wat mag. Okay. Maar het is zorgvuldig voorbereid. Hè. Dus ze gaan dan op zoek naar informatie die ze kunnen gebruiken over hun tegenstander. Op social media, maar ook bij exen gaan ze soms informatie zien te vinden. En uiteindelijk komt dat samen in de ring, waarbij alles gezegd mag worden. En ik, zoals Jet net zei, ik was daar een aantal keer geweest en ik dacht, Wat is dit? Ik ken dit helemaal niet. En zo zijn we eigenlijk een zoektocht begonnen. Laten we eens even luisteren naar zo'n hele harde, maar toch wel goede belediging. Als blinde mensen met hun hand over jouw pukkels vegen, kunnen ze in braille het woord kankersukkel lezen. Ja, dat is best wel heftig ook. Vrij heftig, absoluut. Wel goed op zich. Dus ik moet er wel om lachen. Ik denk wel meteen, oké. Dit is best wel sterk. Waar, Jet, moet een goede battle aan voldoen? Ja, dat verschilt heel erg. Ook in de battle rap cultuur verschilt dat heel erg. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat er twee groepen misschien wel zijn in de battle rap cultuur die verschillende dingen leuk of goed vinden. Zo heb je de groep die vooral op de grappen gaat en op de beetje rare, maar wel rijmende en gekke dingen die eigenlijk misschien niet eens altijd ergens op slaan, maar het gaat er echt alleen maar om dat het publiek lacht en dat het humor en misschien zelfs bijna cabaret is. Mm-hmm. En dan heb je de groep die het echt doet voor de taal en voor de alliteraties en de rare spelingen met taal en die het juist heel belangrijk vindt dat er creatief gedacht wordt op die manier. Het is natuurlijk spannend. Je staat tegenover iemand, allemaal mensen eromheen, die staan te joelen. Het ergste wat je kan gebeuren is als je dicht slaat, hè? Ja, dat is wel echt goed gênant. En dan de presentator, excellent, die staat daar dan ook en die gaat aftellen van 10 naar 0. En als je dan nog steeds niet weet wat je moest zeggen, dan houdt het ook op. En dan dat betekent ook wel dat je kan nog wel winnen, maar ja, het wordt wel heel erg ingewikkeld dan. Want laten we even luisteren naar hoe dat klinkt. Het is best Ik check die audities. Hoezo kwam je niet met je broers of wat dan ook? Hij is zo gehecht aan zijn moeder, hij balt er zelfs als moederdagscadeau. En toen ik aan het schrijven was, schreef ik mijn teksten net even anders. Want na het bekijken van zijn battle, dacht ik dat niet hij kwam, maar zijn moeder als tegenstander. Fuck man, nee toch. Money my nigga, there's money on the line, girl. Hold it down! Think about the money, cuz! Nou ja, het is eigenlijk gewoon klaar. Dan is het klaar. Dit is gewoon, nu heb je verloren. Ja, we hebben geleerd dat choken heet. Dan choke je en dan is het echt dan is het over. Ja, er is een jury die achteraf bepaalt wie er gewonnen heeft. Mm-hmm. Maar ik weet eigenlijk de juryuitslag van deze specifieke battle niet. Maar ik kan me niet voorstellen dat deze rapper gewonnen heeft. Nee, inderdaad. Wat gaan we zien in de documentaire straks? Nou, we volgen eigenlijk drie personen in de documentaire. Ten eerste volgen we Ikey. Ikey is de grote baas en eigenlijk een beetje de zakenman van Punch-Out Battles, de Battle Rap League, waar de documentaire over gaat. Mm-hmm. En hij praat met veel mensen, maar kan ook heel uitleggen waarom het toch, naast dat jullie net gehoord hebben, dat het eigenlijk heel erg grof is, ook wel belangrijk is dat het er is en dat het een uitlaatklep is voor deze mensen, maar ook jongens die nooit een Engels examen konden leren en nu met gemak twee A4'tjes schrijven en uit hun hoofd leren en er lang mee bezig zijn en nadenken hoe ze dingen zeggen. Dus hij kan dat heel goed uitleggen, maar hij vertelt ook het geld is op en de sponsoren willen zich er niet,
niet inmengen omdat er te veel met nare woorden gescholden wordt bijvoorbeeld. Ja. Maar toch is het wel zonde, want er gebeurt wel iets goeds. En er komen ook heel veel mensen uit verschillende culturen bij elkaar die elkaar anders nooit hadden leren kennen. Daarnaast volgen we de twee andere hoofdpersonen, Giant en Nick Veen. En zij staan in de finale van de allerlaatste Punch Out Battles ooit. Twee totaal verschillende en niet te vergelijken jongens eigenlijk. Giant is een Turkse jongen die het niet altijd makkelijk heeft gehad vroeger. Maar nu eigenlijk al zijn creativiteit in muziek, maar ook in Punch Out kwijt kan. En vooral veel grappen, maar ook van de harde grappen is. En Nick Veen komt uit Heerlen. En is heel erg van de taal en de creativiteit. En die staan dan tegenover elkaar in de ring voor de allerlaatste finale. En wat die taal kan doen, daar hebben we ook nog een fragmentje van. Die hebben jullie uitgezocht. Ik ga hem gewoon even verliezen. En jij bent het gewend te verliezen. Daarom staat je deze El mooi, horen afgezaagde rapper. Daarom ga je door een hellboy. Mm-hmm. Jij lult zo graag over de allerkleinste dingen. Dat is hoe dit mannetje dist en ik vind het zo jammer, omdat zo schrijven zo makkelijk is. Wat een gemis. Ik ben hier gekomen voor je gezeik, je bent geen manneke pis. High five rappers, dat is het pre-dieet. Qua rap is er zoveel dat pre niet weet, want technisch is hij zwakker dan een digibate. Ik zet het er nu al betaald, dan is pre-pre-paid. Ja, hier zitten heel veel woordgrappen in en woordspelingen volgens mij. Diep, hè? Ja. Dennis, zou je dit willen vergelijken met poëzie, met kunst? Ja, zeker. Ja, absoluut. En dat hebben we dus ook een van de finalisten gevraagd, of allebei de finalisten. En zij zeggen dat zelf ook. Dat vond ik heel leuk om te merken. Want als je hiernaar kijkt, op YouTube kun je het zien, dan denk je, nou, deze gasten die zijn met modder aan het gooien en die doen maar wat en die vinden het allemaal wel prima. Ja. Maar als je ernaar vraagt, dan zit er echt veel achter. En dan noemen ze het zelf kunst, want ja, poëzie is het ook wel, daar lijkt het ook wel gewoon op. De een verwijt de ander ook aan enkelrijm te doen. En de ander zegt dan van ja, maar ik ben grappiger. Weet dat je wel? Is een harde diss, man. Ja, dat is een harde diss, toch? Ik bedoel, absoluut kunst hebben wij wel ontdekt, ja. Ik ben heel erg nieuwsgierig geworden naar de documentaire. Ga naar voordekunst.nl en zoek op Battle Rap, denk ik. The Art of Disrespect is de titel. Art of Disrespect. Ik wens jullie heel veel succes met jullie project. Dank je wel. En dat was Kunst is Lang voor deze week. Ga naar mrmotley.nl voor meer informatie over het werk van Tinkerbell. En dan zie je ook wat Willem hier live maakte. Volgende week zijn we weer terug en dan zit Rogama Noorda hier. Heel graag, tot dan.